Het telecommunicatiebedrijf Telesur heeft gisteren de dienst Free Data voor afstandsonderwijs gelanceerd. Deze dienst is een ondersteuning voor het online onderwijs. Elke schoolgaande met een Telesur simkaart kan gebruik maken van deze dienst. Directeur Mike Antonius van Telesur haalde aan dat Free Data voor afstandsonderwijs beschikbaar is in zowel de kustvlakte als in het binnenland. Met het lanceren van Free Data voor afstandsonderwijs wordt er volgens Antonius ook gewerkt aan het veiligstellen van de digitale toekomst. Heel belangrijk om in ieder geval ervoor te zorgen dat we die kloof kleiner maken. Dat degene die dreigen af te haken, dat wij die connecten waardoor zij verder kunnen blijven werken aan hun ontwikkeling. Waar de leraar of de leerling zich bevindt op ons netwerk, is dit allemaal mogelijk. Wij dragen hierin bij aan de voortgang van het onderwijsproces, zodat wij ook de digitale toekomst van onze jeugd veilig kunnen stellen. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat er geen directe oplossing is voor het algehele probleem binnen het onderwijs. Ze gelooft er echter wel in dat meerdere kleine oplossingen uiteindelijk zullen leiden tot de oplossing van het grote probleem. Het ministerie doet er alles aan om het fysieke onderwijs zo snel als mogelijk weer op te starten. Want lang niet alle 150.000 kinderen en studenten beschikken over devices. In sommige huishoudens is er maar één enkele smartphone. En ook als de scholen weer open mogen, ook dan zal het voorlopig nog een combinatie zijn van onderwijs op school en onderwijs op afstand. We gunnen ons de tijd om eraan te wennen en er goed mee om te gaan. Het zoeken naar nog meer oplossingen om op afstandsonderwijs te kunnen verzorgen gaat voorlopig dus nog stevig door. Alle beetjes helpen. Vanuit het ministerie waarderen we alle inspanningen en zeker in het bijzonder de inspanningen van Telesur. Dat was minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren in de congreszaal. De launch van de dienst Free Data voor afstandsonderwijs is verricht door president Chandrika Persat Santokhi.